Zalm, huilbot, krabben. Het stadje Homer is een echte vissersplaats. Overal zijn viswinkels te vinden en in de haven zie je veel vissersboten. Maar de laatste jaren hebben veel vissers in het plaatsje het moeilijk. This is my brother-in-law's boat, which was a family boat with my wife, and they all grew up on it. And do you think you will be able to keep it in the family? It's been hard with the crab being shut down. He had to take another job, which is outside of fishing. De vissers vangen hun vis op zee bij de Amerikaanse staat Alaska, in de buurt van de plaats Homer. De laatste jaren is er steeds minder vis in die zee. Daardoor mogen bepaalde soorten niet meer gevangen worden, zoals krabben. Ze zijn bang dat die dieren anders helemaal uitsterven. De vissers in Homer hebben veel last van dat verbod. This dock over here was all full of crab boats at one point. There's still a handful there. Het tekort aan vis komt voor een deel door klimaatverandering. Het water wordt de laatste jaren steeds warmer en daardoor kunnen sommige vissoorten er niet meer leven. Ook hebben de kleine vissers uit Homer last van grote vissersboten die met enorme sleepnetten vangen. In die netten blijft veel meer vis hangen dan ze eigenlijk mogen vangen. Bijvangst wordt dat genoemd. We have bycatch implications on top of stocks that were already struggling. It's basically fish caught while trying to catch something else. That's what bycatch is. The fishing inside here is definitely not what it used to be. We're definitely traveling further every day for fish. De vissers hebben geprobeerd om afspraken te maken met de grote visbedrijven. Ze willen dat ze minder vis vangen en beter op de natuur letten. Maar de grote bedrijven zeggen dat ze niets verkeerd doen en willen geen nieuwe afspraken maken. En daarover zijn de vissers in Homer teleurgesteld. It does seem that money is definitely more important than maintaining a good environment these days.